7 op de 10 consumenten koopt wel eens biologische producten. Als reden noemen ze dierenwelzijn en milieu. Het zou beter smaken en gezonder zijn. Ja, hier word ik echt heel blij van. Dit is echt lekker, dit is echt wortel. Is biologisch wel gezonder? In 2005 start een groep wetenschappers in opdracht van het ministerie van Landbouw een grootschalige proef met kippen. De ene kip krijgt biologisch voer en de ander gangbaar voer. Tarwe, gerst, mais, erwten en soja. Het was een heel groot onderzoek. Dit is het grootste wat ooit uitgevoerd is in de wereld. En in die zin is het ook nog niet geëvenaard. Het experiment wordt met argusogen bekeken. Nou, ik dacht pas op, want hier kon je nog wel eens ernstig mee verongelukken. Wat je bespreekt over biologische landbouw versus de gewestelijke landbouw is niet alleen maar, jongens, wat is nou het beste? Daar zitten belangen achter, daar zitten financiële belangen achter. Er ontstaat een conflict over de uitkomsten van het onderzoek. Ik moest zeggen, wij kunnen geen conclusies trekken. Maar hoe voel je je op zo'n moment? Dat is chantage. Zembla onderzoekt of biologisch beter is. Wat heeft zich achter de schermen afgespeeld bij het kippenexperiment? Nou, dit is dus het land waar ik invloed op heb. Het is echt heel mooi. Het is één stuk van 45 hectare. Aardappels en uien had ik al. Nu staan er pompoenen bij, er staat kool bij, broccoli, bloemkool, pastinaak en wortelen. Cornelis Mosselman is akkerbouwer op Goeree Overflakkee. 3 jaar geleden neemt hij een drastisch besluit. Voor hem geen bestrijdingsmiddelen meer, geen kunstmest. Zijn bedrijf wordt 100% biologisch. Kijk, het is prachtig gaaf en glad. Zonder ene korre kunstmest. Ja, hier word ik echt heel blij van. Maar deze aardappel, daar moet de consument meer voor betalen dan die van de buurman. Ja. Waarom zou ik dat doen in vredesnaam? Ja, omdat dit op een hele andere manier geteeld is, zonder chemie, zonder een systeem wat opbloeit, wat opleeft. Waarbij de bodem weer de ruimte krijgt, de insecten, heel het leven neemt gewoon toe. Mosselman ziet dat de kwaliteit van zijn bodem met sprongen vooruit gaat. Ja, echt onvoorstelbaar. Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat in 3 jaar tijd, door consequent een andere manier van bewerken, dat het zo snel zo op zou knappen. Normaal waren dit de bonken geweest die ik met 2 handen niet uit elkaar zou kunnen pakken. Die hadden helemaal vastgezeten. Als je nu deze kluit bekijkt, is die helemaal doorzeefd van wormen gegaan. Kijk, hier zit er nog eentje in, een worm. Die is helemaal doorzeefd en helemaal los. Nou, wat heeft het nou voor een invloed voor die plantenwortels? Die plantenwortels die kunnen hier door al die gangetjes die de wormen maken, die kunnen daar doorheen. En die kunnen dus een heel groot web bouwen, waardoor ze heel goed nutriënten op kunnen nemen. Waardoor ze minder gevoelig zijn voor droogte, want ze hebben een beter wortelstelsel zitten. En al het organische materiaal wat hier in de bodem zit, houdt ook nog eens beter vocht vast. En organisch materiaal, dat is plantenresten. Alles plantenresten, ja. Dat is eigenlijk een soort natuurlijke mest. Ja. Op veel plekken daalt juist het gehalte aan organische stof. In delen van Flevoland is de situatie zo ernstig dat landbouw bijna onmogelijk wordt. Dit staat in een alarmerend rapport van de Raad voor de Leefomgeving over de kwaliteit van de Nederlandse bodem. Door het gebruik van steeds zwaardere machines is de helft van de bodems verdicht. Nou, zo zag mijn land er ook uit. Helemaal verdicht. Je ziet dat de grond behoorlijk hard is. En dat gaat niet meevallen om hier de schop in te krijgen. Van de buurman hebben we toestemming om even op zijn land te kijken. Ik kan in dit stuk niet één wormen gaan ontdekken. Daar staat een worm zelf die te zien is. We kunnen dus doorbreken. Zie je? Je komt niet één beestje tegen. Die kan er gewoon simpelweg bijna niet doorheen komen. Een dichte bodem is extra gevoelig voor periodes van droogte of juist extreme regenval. Nou, wat als hier nou 100 mm opeens uit de lucht komt vallen? Waar moet het water blijven? Er is helemaal geen capaciteit in die bodem om dat water op te vangen. Dus dat regenwater, dat kan niet weg dan? Nee, nee. En dat sluit de grond nog verder af, waardoor het bodemleven als het ware verstikt. Op een biologische bessenkwekerij in het Brabantse Helena Veen ontmoeten we Ronald van Marle, handelaar in biologisch diepvriesfruit. Allemaal verschillende soorten blauwe bessenplanten die allemaal hun eigen DNA en
Ook sommige zijn helemaal niet meer te krijgen. Als ze hier verdwijnen, zijn ze ook weg. Van Marle is een invloedrijk bestuurder in de biologische landbouwsector. Als biologisch ergens goed op scoort, is het met name op het verzorgen van een goede bodem. En een goede bodem is ook de toekomst, hè? Je moet met z'n allen nog met deze bodem echt heel veel generaties door. Je moet hier tot in het einde der tijden van eten. Dus dan is het niet zo slim om een teeltsysteem te gaan nemen waarbij je die bodem na 10, 15 jaar gewoon bijna op ja, zeg maar een soort halve dode stand hebt. Die bodem wordt natuurlijk intensief belast met chemie, pesticiden, antischimmelmiddelen, allerlei middelen om in die natuur in te grijpen om maar zo min mogelijk ziektedruk te hebben. Allemaal om zoveel mogelijk opbrengst per hectare te krijgen. Het tweede wat we erbij gooien is kunstmest. Kunstmest is echt een enorm ding in de landbouw, omdat een beetje kunstmest erbij dat gewas echt doet exploderen. Het is eigenlijk een beetje onze cocaïne van de landbouw. Hè. Als die bodem eenmaal verslaafd is aan de cocaïne, kan die eigenlijk ook bijna niet meer zonder. Dus die bodems worden feitelijk echt verslaafde bodems. Als ik door Nederland rijd, dan zie ik overal volle percelen met maïzen, met bieten, met allerlei groentes. Het ziet er eigenlijk heel vruchtbaar uit. Als je alleen naar opbrengst kijkt, dus dat het snel groeit en veel levert, en tegelijkertijd staat die bij wijze van spreken in zijn bodem staat hij te verarmen, dan lijkt het wel leuk aan de bovenkant, maar aan de onderkant vindt er een slagveld plaats. Dus wat jij ziet, is maar de helft van de werkelijkheid. Als jij de grond zou bestuderen, zie je daar een grond die gewoon bijna kreperend van zijn behoefte aan meer kunstmest eigenlijk niet meer in beweging komt. En daarmee verarmen wij die gronden. En dat moet gewoon stoppen, want we gaan dat wereldwijd niet redden als we naar 10 miljard mensen gaan. Wat een machine, zeg. Ja, de hele machine, hè. Waarom is die zo groot? Nou ja, de machines worden wel steeds groter, maar ja, ja. De kilo's per hectare worden ook steeds meer. Dus het product moet toch allemaal van het land af. Dus eigenlijk hoe meer kilo's je van het land wil halen, hoe groter die machines weer worden? Ja, eigenlijk wel. Vroeger had je bijvoorbeeld 50.000 kilo van een hectare bieten en nu is het dubbele. En wat zijn dit nou voor gewassen? Want ik zie ook, het zijn een beetje kleine strookjes. Ja, dit zijn dan suikerbieten, maar dit zijn proefveldjes. Dus ja, doen ze allerlei proeven mee. Wat voor proeven dan? Nou, met kunstmest en kijken wat voor invloed dat heeft. Spuitmiddelen. Bestrijdingsmiddelen, ja. Ja, bestrijdingsmiddelen, ja. Als je zo als mens ingrijpt, zeg je eigenlijk tegen het gewas, je levert niet genoeg. Je hebt maar één doel en dat is kilo's per hectare en de rest interesseert ons niet. Hmm. Het interesseert ons niet hoe het bodemleven onder jouw plant is. Het interesseert ons eigenlijk ook helemaal niet hoe lang jij het nog moet doen. En daarom is dat inputsysteem een absolute catastrofe voor de huidige landbouw. We weten eigenlijk helemaal niks. Weet helemaal niks? Nee. Hoe bedoelt u? Ja, het is gewoon één groot mysterie wat er gebeurt in de bodem. Echt waar? Ja. En dat mysterie probeert professor Bouwmeester samen met een team van wetenschappers te ontrafelen. Wortels zijn er om nutriënten uit de bodem op te nemen. Ja. Maar ze zijn er ook om de plant te laten communiceren met die bodem. En voor dat communiceren scheiden ze stofjes uit hun wortels. En door deze planten op deze manier te groeien, kunnen we die stofjes die ze uitscheiden, die kunnen we opvangen. En die gaat u dan onderzoek naar doen? En daar gaan we onderzoek aan doen. Ja, wij willen begrijpen welke stofjes die planten uitscheiden en waarom. Met welke organismen willen ze communiceren. Het grote onderzoek naar de wonderenwereld onder de grond gaat naar verwachting 10 jaar duren. Ja, wat we niet zien zijn de micro-organismen, dus de schimmels en de bacteriën die op die wortels zitten, die in die wortels zitten. Hoeveel zijn dat er? Ja, dat gaat om miljoenen of miljarden micro-organismen en die zien we allemaal niet. Die schimmels en bacteriën zijn cruciaal voor de groei en gezondheid van de plant. Dit is dus wat er normaal in de bodem gebeurt en we kunnen dat hier zichtbaar maken op deze plaat. Dit is de wortel van de plant en hier zie je de schimmeldraden die vanaf de wortel de grond ingroeien. En al die bolletjes? De bolletjes, dat zijn de sporen van de schimmel. Dus die schimmel die is sporen aan het maken, daar kan hij zich mee voortplanten. En hoe lang kunnen die schimmeldraden worden? Ja, die kunnen tientallen centimeters lang worden. En dat betekent dus dat de plant met die schimmeldraden tientallen centimeters verder in de grond kan komen dan dat hij met zijn wortels kan komen. Dus die schimmels zijn superbelangrijk? Die schimmels zijn ontzettend belangrijk voor planten, ja. Wat blijkt nu?
Een plant die kunstmest krijgt, stopt met communiceren met de micro-organismen in de bodem. Dus als wij die plant dus kunstmest geven, dan gaat hij niet meer zelf op zoek naar, zeg maar, zijn vriendjes in de bodem die hem ook kunnen helpen. Ja, dat is inderdaad de spijker op zijn kop. Als je heel veel kunstmest geeft, dan maak je de plant een beetje lui. Hij hoeft niet zijn best te doen om micro-organismen aan te trekken die hem kunnen helpen om die voedingsstoffen uit de bodem op te nemen. De afgelopen 50 jaar hebben we ons vooral gericht op het vergroten van de voedselproductie. Maar we zien nu ook dat we de wereld wel een beetje aan het vernielen zijn en dat we onze natuurlijke hulpbronnen aan het uitputten zijn. We zijn natuurlijk 25 jaar geleden begonnen met omschakelen. Dit is de manier waarop wij dat doen en dat is een voorrecht eigenlijk. Kom maar, dames! Welmoet Deinem uit het Friese Sondel heeft samen met haar ouders een biologisch dynamische melkveehouderij. Wat geef je ze nou? Ik geef ze nu gedroogd gras. En dat krijgen ze erbij omdat ze dan net even wat meer eiwit krijgen. Voor de rest geen granen, geen krachtvoer, helemaal niks. Geen gekke dingen die niet bedoeld zijn voor een koe eigenlijk. Heel veel andere collega-boeren van jou die geven krachtvoer. Ja, klopt. Ja, heel vaak wel inderdaad. En dat doen ze vooral om de productie van de koeien dan omhoog te brengen eigenlijk. Mm. Maar jij wilt toch ook veel melk hebben? Nou, waar het ons meer om draait is eigenlijk gezonde melk in plaats van heel veel melk. Mm-hmm. En het gaat ons om dat onze koeien gezond blijven en dat we dus gezonde melk kunnen produceren. Mm. Maar ik zie hier allemaal bloemen staan en kruiden. Een heel ander grasland dan daar aan de overkant van de weg. Klopt, ja. Dat is vooral Engels rijgras. Dus puur gras, veel blad. Kijk, een koe die geeft melk van hoog eiwitrijk gras. En dus niet specifiek van kruiden. Dus die kruiden zijn wel goed voor de gezondheid van die koe. Ja. Maar dan geeft hij geen melk door. Nee, niet extreem veel. Niet meer. We gaan een glaasje tappen. Dan kun je hem proeven. Gewoon rauw. Gewoon rauw, ja. Vader Siert was 25 jaar geleden een pionier. Biologische boeren waren er toen nauwelijks. Er zitten heel veel bacteriën in die bodem, die dus eigenlijk ook weer effect hebben op de koeien en de gezondheid van de koeien, maar ook van wat er in die melk zit. Dus eigenlijk de kwaliteit van de bodem bepaalt de kwaliteit van deze melk? Helemaal, 100%. Daar zijn we trots op. Oké, daar gaan we. 4 keer per dag krijgen de koeien een verse strook gras. Dit is mijn kapitaal, want je ziet wat er allemaal, wat voor verschillende soorten kruiden en grassen hier allemaal groeien. Die koe die eet nu 1000 blad. En waarschijnlijk heeft die 1000 blad dus heel erg nodig om gezond te zijn. Waar is dat bloemetje goed voor dan? Het is een echt vruchtbaarheidskruid. Werkt het alleen voor koeien? Nee, je kan het als mens ook gebruiken. Drogen en thee verzetten. Artsonderzoeker Machtelt Huber doet al 35 jaar onderzoek naar gezondheid. Ik ben eigenlijk opgegroeid met eten zonder gif. En ik besefte pas veel later dat het echt een unicum was in die tijd. En van jongs af aan heb ik het eten altijd ontzettend lekker gevonden. Vanaf 1986 werkt ze voor het Louis Bolk Instituut, waar ze de relatie tussen duurzame landbouw, voeding en gezondheid bestudeert. Nou, dit is gewoon wat witte geitenkaas die ik er wat overheen doe. En dan komt zo direct het geheim. Onze dressing is duindoornsiroop. 7 op de 10 consumenten koopt wel eens biologische producten. Als reden noemen ze dierenwelzijn en milieu, maar ook gezondheid. Wat is daar eigenlijk over bekend? Is biologisch eten gezonder? Huber formeert in 2005 een gerenommeerd team van wetenschappers om dat te onderzoeken. Dat was nog nooit goed onderzocht of het een gezonder was dan het ander. Niet op een manier die daar werkelijk uitsluitsel over gaf. Nee. Dus dat was eigenlijk een waanzinnig spannende onderzoeksvraag. Ja, dat vond ik wel, ja. Ja. Ik maak elke week wel een pan soep met de knolselderie. Mooi hoor, nog met loof. Mooi. Bert van Ruitenbeek is in die tijd directeur van branchevereniging Biologica.
Zou ik het verschil merken als ik deze eet of een kool uit de supermarkt waar bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt enzovoort? Is dit gezonder? Gezondheid is gewoon een heel ingewikkeld begrip en moeilijk te meten. Maar je weet in ieder geval dat die middelen niet zijn gebruikt, dus dat ze er ook niet op kunnen zitten. Namens de biologische sector zoekt Van Ruitenbeek naar geldschieters voor Hubers onderzoek. Voor ons is biologische landbouw belangrijk voor het milieu, voor de natuur, voor alles wat leeft om ons heen. Maar of het direct ook gezonder is in het product, hè, of dat je dat helpt bij je vitaliteit, bij je eigen gezondheid, dat houdt wel veel consumenten bezig. En als je dat kan bewijzen, als je daar echt harde onderzoeksresultaten voor hebt, dan helpt dat natuurlijk om veel meer biologisch te kunnen gaan verkopen. Minister van Landbouw Kees Veerman is bereid het onderzoek te financieren. De Wageningen Universiteit doet mee, net als onderzoeksinstituten Riekild en TNO. Als het rapport eind 2007 bijna klaar is, ontstaat er achter de schermen een conflict. Ik voelde me waanzinnig. Ik voelde me gewoon puur geflasht. En vooral omdat ik het gevoel had dat we anderhalf jaar echt hartstikke goed hadden samengewerkt. Ik heb die mensen vertrouwd en ik heb dit echt, hoezeer ik ook gewaarschuwd was, heb ik dit niet verwacht. Laat ik het maar zo zeggen. Dus ik was in mijn vertrouwen beschaamd. Wat is hier precies gebeurd? We spreken de hoofdrolspelers. Zoals de Wageningse hoogleraar Huub Savelkoel. Ik word helemaal zwart gemaakt. Mevrouw Huber komt daar dan als onschuldig mannetje uit. En ik krijg alle shit op mijn borst. Mede-onderzoeker Ron Hogeboom. Ja, hij is dat eigenlijk gaan draaien toen de publicaties geschreven moesten worden. Oud-minister Kees Veerman. Je wilt toch graag dat er objectieve, wijze besluiten worden genomen op basis van rationele argumenten. Ja, dat is een fictie. Oh. Je moet net zo oud worden als ik om dat te durven zeggen. De persvoorlichter van TNO. Ik heb het niet meer op het netvlies hoor, als ik het niet erg vind. En Huber dus, die, nu ze gepensioneerd is, bereid is haar verhaal te vertellen. Ik vind het in het licht van de huidige crisis in de landbouw vind ik het gewoon ontzettend belangrijk dat het verteld wordt. De belangen zijn zo groot gewoon voor de maatschappij en de wereld dat ik het toch wil vertellen. Hoe kom je erachter of biologisch eten gezonder is? Hallo. Onder leiding van Machteld Huber zetten de onderzoekers een grootschalig experiment op. Met kippen. We hebben kippen gekozen, ja, echt als stand-in voor de mens. Als stand-in? Nou ja, kijk, uiteindelijk willen we weten of er effecten zijn voor de mens. Maar dat kan je niet onderzoeken als je niet eerst dat met dieren uitgeprobeerd hebt en weet waar je naar moet kijken. En we zijn dus met kippen begonnen met het idee, dan bouwen we dat op en dan uiteindelijk komen we er bij de mensen terecht. Op de universiteitscampus in Wageningen verschijnen luxe verblijven voor de 150 proefkippen. Heel veel ruimte, zaagsel waar ze lekker in kunnen krabbelen. Maar we hadden ook nog een zandbad. We konden ze een zandbad nemen. We hadden een schuilhokje dat ze zich konden verstoppen. Want dat hoort er ook bij als er dreiging is, dat ze even kunnen wegkruipen. Ik vond het een voorrecht. Dat iets wat mij gewoon al zo lang bezig hield, dat ik de kans kreeg om zo'n prachtig onderzoek met zulke partijen op te zetten. Met de modernste technieken erbij. Fantastisch. De onderzoekers met wie u werkte, waren dat ervaren wetenschappers? Ja, dat was zeg maar het crème la crème van die instituten deed mee. Zeer bevlogen. Het hele onderzoek wat we uiteindelijk gedaan hebben, heeft zo'n anderhalf jaar geduurd. Die anderhalf jaar, dat was heel fijn werken? Ja, daar kijk ik met zeer veel genoeg op terug, ja. Toen ging het allemaal nog goed. Ja, ja. Heeft u ook kippen? Zeker, ik heb er vier. Maar ik weet niet waar de dames uithangen. We zijn te gast bij oud-landbouwminister Kees Veerman. De claim dus dat je van biologische producten gezonder zou worden of gezonder zou blijven. Nou, ik heb gezegd, dat wil ik dan wel eens precies weten. En dat was een pittige strijd, ja. Hoezo pittige strijd? Nou ja, er waren zeer verschillende opvattingen over. Er waren pertinente opvattingen van de kant van de biologische landbouw. Zeiden, het is gewoon gezonder, want enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè. Minder kunstmest, minder pesticiden, op een natuurlijke manier, op een gezondere bodem, enzovoort. Dus dat moet wel beter zijn. En aan de andere kant, van, het is nooit aangetoond en er is geen enkele reden toe. In het team van Huber komen de twee werelden samen. Het Louis Bolk Instituut staat bekend als probiologisch, terwijl de Universiteit Wageningen wordt gezien als de academische aanjager van de intensieve, gangbare landbouw.
Meemaagd is er veel weerstand tegen alternatieve teeltwijzen. Proefde u dat? Ja, nee, dat was heel duidelijk. Hè. De gevestigde wetenschappelijke orde verzette zich daartegen. Dit is voodoo, hè? Zeiden voodoo? Ja, voodoo, ja. Dus zwarte kunst, bij wijze van spreken. Met maanlicht zaaien, of net niet met maanlicht zaaien, of met een volle maan, of niet met volle maan. En degene die dus waren voor het recht op en neer, hè, van wij weten hoe het zit. En zeg maar de pure techneuten. Maatschappelijk was het een heel hot thema. En wetenschappelijk had je Wageningen tegenover het Lubbock Instituut. Wageningen vond biologisch maar een beetje onzin en dergelijke. En dan gingen wij daar een projectleider zijn voor zo'n groot onderzoek waar gangbaar en biologisch vergeleken zou worden. Dat was beladen. Beladen? Ja. Waar was men dan? Omdat daar gigantische belangen achter zitten. Vanuit het ministerie van Landbouw krijgt ambtenaar Rob Telen de taak om het proces te bewaken. Wat moest u dan bewaken? De belangrijkste bewaking is vooral wetenschappelijke kwaliteit. Het mag niet zo zijn dat wanneer er een finaal rapport ligt, dat vervolgens door allerlei onafhankelijke onderzoekers onder de grond geschoffeld wordt, met wat voor argumenten dan ook. Van onderlinge spanningen of richtingenstrijd is volgens Telen in eerste instantie niets te merken. Ik had tijdens al die vergaderingen nooit het gevoel dat er iets verkeerds ging of dat er wat mis was. En mevrouw Huber was de onderzoeksleider. Ja. Wat is uw indruk van haar? Dat zij een gedreven, zeer deskundige onderzoeker is. Zij zat er niet in met een soort tunnelvisie of zo? Nee. Hier stonden al onze producten. En daar stonden al onze producten, gangbaar en biologisch. Ja, prachtig. We zijn met Huber in de veevoederfabriek in Gouda, waar het dieet voor de proefkippen wordt samengesteld. Dit is de tarwe-eco. Tarwe hebben we. Erten. Dit is de krijt. De proefdieren worden in twee groepen verdeeld. De ene groep kippen krijgt biologisch voer, de andere gangbaar voer. Er ging overal evenveel tarwe, over evenveel mais en zo in. Maar pas op het moment dat ik weg was, ging in die voerfabriek, die zette er A of B op. En dat was het dan. Hier werd toen de tijd het voer afgezakt in deze zakken. Neutrale zakken, daar zetten we A en B zetten we erop. En u wist niet of voer A biologisch was of gangbaar? Nee, niemand wist dat. Nee, dat hoort bij de wetenschap natuurlijk. Dus u wist niet welke kip is nou de biologische kip? En... Nee, natuurlijk niet. Dat kan je niet, dat doe je blind. Dat is de hele proefopzet. Je hebt dus wel dezelfde kippen. Alleen de een krijgt voer A, de ander krijgt voer B. En je doet allerlei onderzoeken aan die kippen gaandeweg. Ze kijken vooral naar het immuunsysteem van de kip. Het immuunsysteem is waanzinnig belangrijk en bazaal voor je gezondheid. Je beschermingstroepen zijn het. Dus alles wat er binnenkomt, wat er niet hoort, dat probeer je meteen aan te vallen en af te voeren. De kippen krijgen een uitgebreid en veelzijdig menu. Als het voerexperiment 9 weken op gang is, maken de onderzoekers een tussenbalans op. Ze zien nauwelijks verschillen. Die kippen waren blakend. Ja? Alle blakend. Twee? Alle twee de groepen? Alles. We wisten niet en wij moesten zeggen wie is nou gezonder, maar het punt was dat ze allemaal zo gezond waren als wat. Het enige verschil, de kippen op voer B groeien iets sneller. Dan besluiten de onderzoekers de dieren ziek te maken. Ze kregen een injectie met een bepaald eiwit waar ze een soort griep op kregen. En dat was dat betekende dat ze, het waren jonge dieren, die stopten met groeien, die werden hangerig, die gingen ook minder eten. Dus, en wij daarbovenop om te kijken van wat doet dat afweersysteem. Wageningen onderzocht het bloed, TNO onderzocht het bloed en dat hebben we in kaart gebracht. En toen werden de verschillen duidelijk. Dat was heel interessant. Je merkte dat het immuunsysteem bij de kippen op voer A veel krachtiger reageerde. Dat piekte echt veel meer dan bij de andere dieren. Er gebeurt nog iets opvallends. Dit is de groeicurve, dus ja. Hoe snel ze groeien. En hier zie je dus, je had voer A is rood, voer B is blauw. Ja. Steeds zie je kip A achterlopen bij kip B. De kip op voer A groeit tijdens het eerste deel van het onderzoek iets minder hard. Tot de injectie met het lichaamsvreemde eiwit. En wat je dan ziet is dat opeens dit kip op het rode voer opeens sneller weer zijn groei oppakt en een enorme groeispurt laat zien, waarin die zelfs de blauwe kip voorbij loopt.
hadden we nog helemaal niet gezien. Maar dus je kan zeggen, ze reageerde sterker. En ze vervolgens herstelde ze sneller. En toen werd het dus spannend. Wat zegt dat? Nou, wat zegt dat? En toen kwamen we er als wetenschappers niet uit. In die tijd spreekt Huber met Henk van Latenstein, oud-ambtenaar van het ministerie van Landbouw en jarenlang verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nou, ik dacht, pas op, want als je niet heel voorzichtig bent, ja, dan word je toch uiteindelijk met een onderzoek als dit, bestaat het risico dat het in de prullenbak verdwijnt, omdat er uitkomsten uitvallen die mensen niet welgevallig zijn. De waarschuwing was dat wetenschappers soms hele rare bewegingen maken op het moment dat duidelijk wordt dat de uitslagen niet helemaal zijn wat ze gehoopt hadden, zullen we maar zeggen. Dat ze opeens oerconservatief kunnen zijn en zeggen, hier deugt helemaal niks van. Of dat ze opeens helemaal doorschieten naar de overtuiging van, zie je wel dat nu alles bewezen is. Als blijkt dat biologisch inderdaad gezonder is dan niet biologisch, dan heeft dat forse consequenties voor de hele voedselindustrie. En daar zijn nogal wat belangen mee gemoeid. Overigens, als de uitkomst andersom is, zou dat ook wel eens kunnen. Hè? Want dan wordt eigenlijk biologisch afgeserveerd. Dus let op dat je pas als alles opgeschreven is en alles geïnterpreteerd, dat je dan pas bekend maakt welk voer nou biologisch was en welk gangbaar was. De resultaten worden verzameld en verwerkt. Het rapport is bijna klaar. Op een gegeven moment moet je een conclusie trekken. En de mensen hadden toch zoiets van, ja, maar we weten het eigenlijk niet zeker. En iedereen wilde zijn goede naam nog niet verbinden aan een keiharde uitspraak over een soort onderzoek waar eigenlijk heel weinig, dat soort onderzoek was nog heel weinig gedaan. Tijdens de volgende bijeenkomst geeft Huber alle onderzoekers een envelop met daarin 3 kaartjes. Iedereen ga ik vragen, welke kip wil je nou zelf zijn? Spelen dus heel erg op de persoon. Welke kip wil jij zijn? Rood staat voor kip A, blauw voor kip B, geel betekent geen mening. 1, 2, 3, hup, kaartje omhoog. Nou, bijna alleen maar rode kaartjes van het voer A. Wilde u ook graag kip A zijn? Ik wel, ja. 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 U dacht, kip A lijkt gezonder dan kip B? Ik vond dat fenomeen van die herstelgroei, dat die opeens die ander voorbij ging lopen, terwijl die altijd daar achteraan liep, vond ik heel indrukwekkend, ja. Op 29 november 2007 volgt de ontknoping. Toen bleek voer A biologisch te zijn, ja. Welke conclusies kunnen we nu na 1,5 jaar onderzoek trekken over de verschillen tussen gangbaar en biologisch voedsel? Er zijn aanwijzingen dat de biologische etende kip gezonder is. Aanwijzingen, dus geen, ja, we hebben niet keihard bewijs, nee. Maar er zijn aanwijzingen. Ja. 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 We leggen de onderzoeksresultaten voor aan Johan Garsen, hoogleraar immunologie van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is heel goed onderzoek. Het was nieuw in zijn soort. Ja. Maar onvoldoende om direct te zeggen van, jongens, biologisch eten is het beste wat je maar kunt bedenken. Mm. En beter dan niet biologisch eten. Ja. Dat vind ik te tricky op basis van deze data. Ja. Maar zou je wel kunnen zeggen dat er aanwijzingen waren? Er zijn aanwijzingen en zeg maar de methodiek die gebruikt zijn, ja. Dat is een hele goede start. Dat is een hele goede start. Als het kippenexperiment is afgerond, is Kees Veerman geen minister meer. De nieuwe minister van Landbouw is Gerda Verburg. Zij zal eind 2007 het rapport in ontvangst nemen. Maar toen gebeurde er wat. Het gebeurde het volgende. Huber krijgt telefoon van een manager van TNO. Hij is het niet eens met de conclusies. U haalt het woord gezondheid er nu uit. Of wij stappen nu uit dat onderzoek en we gaan naar de pers en zeggen dat dit een waardeloos onderzoek is en dat wij ons ervan distancieren. Ik moest zeggen, wij kunnen geen conclusies trekken. Hoe vond u dit? Ja, vreselijk natuurlijk. Maar hoe voel je je op zo'n moment? Dat is chantage. En dan ben je machteloos en dan moet je gewoon je knoop tellen, je kaarten bekijken, schudden en zeggen van, hoe is de kans voor het een, de kans op het ander. Dus ik kon niet anders dan daar maar aan gehoorzamen. Ja, je bent dan
een kleine onderzoeker tegenover een machtig instituut. Dus dat intimiderend overkomt, kan ik me heel goed voorstellen. Natuurlijk zijn zij machtiger. Ik was van een klein instituut en zij als TNO, dat zei ze later ook, wij zijn de third trusted party. Moest je even denken, heb je God, de koningin toen nog en TNO blijkbaar. Ja, die wilden hun vingers niet branden, maar dan denk ik, begin dan niet aan zoiets. Dat is gewoon verkeerd. Je moet nooit druk uitoefenen op onderzoekers. Je kunt hoger tegen die onderzoeker zeggen, heb je dat nou voldoende onderbouwd? We benaderen Michiel Leuwik, de TNO-manager die met Huber gesproken heeft. Wij waren het inderdaad niet eens met de conclusies. Die vonden wij te ver gaan. Mevrouw Huber die had grote belangen. Hoezo? Zij hadden een onderzoek opgezet met geld van het ministerie van LNV. Ja. En daarin zouden ze aantonen wat er over biologische voeding goed zou zijn. Volgens TNO is Huber dus voor ingenomen. We gaan naar Ron Hogeboom. Hij werkt voor het Wageningen Food Safety Research, het voormalige Rekilt. Dit instituut is ook betrokken bij het kippenexperiment. Vond u haar vooringenomen? Had ze last van een tunnelvisie? Nee, absoluut niet. Ik denk dat ze zelf ook heel geïnteresseerd was in die vraag of biologisch gezonder is en hoe je dat dan het beste kunt aantonen. Ik denk dat het onderzoek echt supergoed is opgezet. Je kunt er altijd wat van vinden nog, maar ik denk dat het gewoon op de beste manier is uitgevoerd. En tot ze dat heel goed opgezet heeft. Op 13 december overhandigt Huber in het Haagse perscentrum Nieuwspoort het aangepaste rapport aan Gerda Verburg. Huber vertelt dat er geen conclusies kunnen worden getrokken. Ik heb dat dus met een stalen smoel aan mevrouw Gerda Verburg verteld, terwijl aan mijn voeten de persvoorlichter van TNO zat. En die zat mij als een soort als een waakhond aan te kijken van waag het niet om iets anders te zeggen dan wat wij jou voorgeschreven hebben. We bellen met de persvoorlichter in kwestie. Ik kan me niet herinneren dat ik erbij betrokken ben geweest. Nou, je was bij de persconferentie. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik daar geweest ben. TNO wil geen interview geven op camera. In een schriftelijke reactie staat dat TNO niet meer kan achterhalen hoe de gesprekken toentertijd zijn verlopen. Huber is ervoor gewaarschuwd. Haar voerexperiment is nieuw en verkennend. En bij dit soort exploratief onderzoek kunnen er rare dingen gebeuren. Aldus van Latenstein. Ofwel mensen zeggen, ja, dit wordt me allemaal veel te ingewikkeld. Ik ga weer lekker terug naar mijn laboratorium en ik ga simpele proefjes doen en kijken of dat klopt, ja of nee. Want ja, dat snap ik tenminste. Of mensen schieten de andere kant uit en zeggen, ja, ik geloof het niet. Tijdens de presentatie noemt minister Verburg het teleurstellend dat de onderzoekers geen duidelijke conclusies trekken. Er zijn foto's waar ik stralend met Gerda Verburg sta. Zij zegt dat ze teleurgesteld is en ik weet wat er gebeurd is, dus dat is niet leuk. Volgens het ministerie van Landbouw is vervolgonderzoek niet nodig. Mijn conclusie was biologisch en gangbaar zijn allebei even gezond. Oftewel, er is geen reden om de bestaande situatie te veranderen. Gangbaar blijft bestaan en biologisch blijft bestaan. Dat was eigenlijk voor u als ambtenaar de conclusie? Dat was de conclusie op basis van dit rapportje. Dus de status quo blijft bestaan? Ja. Op de dag van de presentatie verschijnt in het weekblad van de Wageningen Universiteit een spottende column over het kippenexperiment. De onderzoekers worden neergezet als kabouters met aluminium puntmutsen die wandelen in het grote sprookjesbos. Maar er was nog een verrassing. Nadat het rapport is afgerond, stellen de mede-onderzoekers van de Wageningen Universiteit dat de biologisch etende kip wel eens slechter af zou kunnen zijn. Tot er opeens zelfs een artikel werd ingediend vanuit Wageningen waarin stond dat de biologisch etende kip een hyperreactief immuunsysteem had. Een hyperreactief immuunsysteem? Te sterk reagerend. Volgens de Wageningse hoogleraar Savelkoel kan dit leiden tot allergische reacties. In een wetenschappelijk artikel dat hij zonder overleg met Huber schrijft, spreekt hij van een hyperreactief immuunsysteem. Op basis van het immuunsysteem konden ze dit niet zeggen, dat dit hyperreactief was. Die beesten waren niet allergisch. Zou dit nou ook een allergische reactie kunnen zijn van die kippen? Nee. Nee? Nee. Niet aannemelijk? Dat is voor mij niet aannemelijk. Waarom niet? Wat je ziet is dat het immuunsysteem beter reageert en op een gegeven moment gaat dat ook weer weg. Maar ja, zij noemen het hier hyperreactief. En ja, daarvan, daar zegt mevrouw Huber van, dat vind ik veel te sterk. Want ja, dat suggereert. Dat zou ik ook zeggen, want dat lijkt dat het overdreven is. Dat zou ik ook zeggen.
We zoeken contact met de Wageningse hoogleraar immunologie Huub Savelkoel. We hebben gezien dat het afweersysteem feller reageerde. Maar feller reageren betekent niet per definitie dat dat beter is. Uit notulen blijkt dat Savelkoel er tijdens het onderzoek nog anders over denkt. Dan noemt hij de immuunreactie van de biologisch gevoerde kip gezonder. Toen jullie allemaal moesten kiezen of je kip A wilde zijn of kip B of dat je het niet wist. Welke kaart heeft u toen opgestoken? Volgens mij heb ik of geen kaart opgestoken. En mij onthouden van die stemming omdat ik vond dat je dat niet zo ongenuanceerd kon zeggen. Alle deskundigen die op dat moment aanwezig waren, waaronder een aantal immunologen, die vonden eigenlijk dat voer A beter was. Op dat moment wilde professor Savelkoel ook kip A zijn, ja. Later zie je dat professor Savelkoel een andere mening heeft. Dan zegt hij, ja, misschien is het wel helemaal niet zo gezond. Heeft u dat ook gemerkt, dat hij een draai maakte? Ja, hij is dat eigenlijk gaan draaien toen de publicaties geschreven moesten worden. Voor de wetenschappelijke tijdschriften? Ja. Het is december 2008. Huber dringt aan op een gesprek met Savelkoel en zijn directeur. Hoe is het mogelijk dat je eerder gezegd hebt dat je de biologisch etende kip wil zijn en dat je nu zegt dat biologische kip ongezonder is met een risico op allergie? En waarop meneer Savelkoel zegt, ja, dat is voortschrijdend inzicht. En toen zei hij, ja, maar het past ook in het klein gezelschap, heeft hij gezegd, het past niet bij mijn wetenschappelijk imago dat ik zeg dat een biologisch etende kip gezonder is. Hoezo zou het niet bij zijn wetenschappelijk imago passen? Dan moet je hem vragen. Dat is apart te leuk. Dat kan ik nooit gezegd hebben. Maar in de notulen staat dat Huub Savelkoel in zijn wetenschappelijk profiel niet geassocieerd wenst te worden met organic. We bellen Savelkoel opnieuw, maar hij neemt de telefoon niet meer op. Daarom benaderen we het bestuur van de universiteit. Waarom doet hun hoogleraar mee aan een onderzoek over biologisch voedsel als hij zich niet wenst te associëren met organic? In de mail die we krijgen, gaan ze daar niet op in. Wel schrijven ze, het is in de wetenschap gebruikelijk om geen stellige conclusie te trekken als een uitkomst meerdere verklaringen toelaat. Wat je bespreekt over biologische landbouw versus de gewestelijke landbouw, is niet alleen maar, jongens, wat is nou het beste? Daar zitten belangen achter, daar zitten financiële belangen achter, daar zit een structuur achter. Maar mogen die een rol spelen bij wetenschappelijke argumentaties en discussies? Die mogen geen rol spelen, maar ze spelen altijd wel een rol. Om de dood eenvoudige reden dat mensen in een bepaalde trant, in een bepaalde denkwijze zijn opgeleid, zich hebben ontwikkeld en je daaruit losmaken en volledig je openstellen voor een nieuwe benaderingswijze, is razend ingewikkeld. Het is veel eenvoudiger om te zeggen, kwatsch, voodoo. Kwakzalverij. Dat is ook heel mooi, hè? Ja, mijn goud zo recht, hè? Uw goud? Dat is toch prachtig? Deze hebben we gisteren geoogst. Dit zijn mijn eerste bioproducten. Wat zou uw advies zijn aan de huidige minister van Landbouw? Mijn advies zou zijn, zoek het beter uit. Want als het zo zou zijn dat het gezonder is, dan is dat een geweldige pluspunt voor de biologische landbouw. De woordvoerder van LNV laat weten, het ministerie bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek op dit onderwerp.